het meest benieuwd ben ik om te beginnen. Nou, is het nou dichtersavond? Dichteravond, zou je daar misschien iets van kunnen vertellen? Ja, de officiële titel is Dichter bij Zee. Die titel is ooit ontstaan naar aanleiding van een gedicht van Erika van der Roever, de vrouw van Bert Kistjes van Zonnevank, die toen wij daar nog dichteravonden hadden. In Zonnevank vroeger? In Zonnevank. Dichter, ik ben dichter, dichter bij het graf. Gisteren was ik er verder. Verder nog vanaf. En eigenlijk ook als een soort eerbetoon aan haar hebben we het Dichter bij Zee genoemd. Ik vertel u het verhaal over een ene papegaaiduiker die hier niet broedt. Zij vliegt over ons land met grote spoed. Haar schoonheid is niet te evenaren. Nu te aanschouwen in Ecomare. Daar is zij met liefde opgezet om eeuwig te bewaren. Is er in de coronaperiode evengoed doorgedicht, ook al was er geen avond? Ongetwijfeld zullen mensen thuis die gedichten hebben gemaakt. Daarom verwachten we ook vanavond ook best wel dat er ook wel het een en ander zal komen. Maar het festival is niet doorgegaan, net zoals Ezels en Kwast niet is doorgegaan, omdat het natuurlijk geen locatie had. Een blond die deed een keertje mee aan gedichten schrijven over zee. Een blauwe zeedissel schreef zelfs een hele epistel. De getande weegbree deed niet mee. Ook de tormenteel hield zich maar stil en de tamarix vond het maar niks. De zeespinazie kreeg geen inspiratie, maar bij lamsoor komt het wel vaker voor. Maar de zeeraket schreef een sonnet en de harlekijn schreef een kwatrijn. De litsteen leefde limericks, het puntkroos kwam met een punt dicht en het duizendblad schreef ook heel wat. De conclusie, zoals ik het zie, in flora zit veel poëzie. Voor de coronatijd hadden we een dichtersgroep die bijeenkwam in Beverwijk. Die was een beetje ter ziele, maar is in de coronatijd weer opgericht. Dichters onder water. Schippers zonder water. En een aantal van hen komt vanavond ook hier. En die hebben gewoon heel veel gedichten uitgewisseld, ook via de app. Onkruid, wanneer wel? Onkruid, wanneer niet? Onkruid in mijn tuin. Klaprozen, paardenbloem of margriet. Onkruid in mijn tuin. Wat als je het verschil niet ziet? Onkruid mag soms blijven, onkruid heeft soms pech. Als ik het niet mooi vind, haal ik onkruid weg. Ik heb deze avond nog nooit eerder meegemaakt. Wat kan ik nou verwachten? Nou, dat mensen uiteraard gedichten komen vertellen, maar dat het heel erg vrijblijvend is. We houden ons niet echt aan conventies of zo. Iedereen mag meedoen. We hebben ook al eens gehad dat mensen die hier kwamen eten, die vroeger zijn gedichten mochten doen en die zijn later met de prijs weggegaan. Dus het is al heel erg leuk dat mensen ervan genieten en hun verhaal vertellen en mooie gedichten voorlezen. Dat is eigenlijk een beetje de bedoeling, dat we met z'n allen een hele leuke avond hebben. Een paar fraaie Vlaamse gaaien gingen vandaag pootje baaien. Ze stapten voorzichtig in het zwind met hun verenkleed tot op hun kin. Maar al bij de eerste hoge golven werden zij beide geheel bedolven. Ze schudden wat met hun veren. Morgen weer proberen. Ja, en dan aan het einde van de avond, dan komt er een winnaar uit de bus, of een winnares uiteraard. En hoe wordt dat nou bepaald? Ali heeft nu een ingenieus nieuw systeem. Wil jij iets over zeggen, Ali? Als we nu gewoon voor iedere dichter een vel maken en we vragen de dichter of een tekenaar, want het is tenslotte Ezels en Kwasten ook, om een portret van de dichter te maken, dan zien ze gelijk, oh ja, die was het. En dan kunnen ze daar gewoon turven en hebben we ook niet zoveel moeite om te tellen. Want dat zie je in één oogopslag, wie er gewoon heeft. Zijn we snel klaar. Maar dat is weer een probeersel. Ja, dus dat... Misschien gaat het ook helemaal niet lukken. Misschien hoe dat uitpakt. Ja. Dit heet Mijn Broer. Mijn broer huilt altijd, zonder tranen. Zelfs als hij lacht, klinkt het als een droge snik. Ook opent zijn mond voor woorden die hij niet kan vinden. Nooit zal hij weer zeggen, dit ben ik. Pijloos de blik. Nat, zwart, zwart gat. Dat ik niet kan ontwijken. Weerloos ben ik als hij mij aandurft te kijken. Wie is hij? Wie ben ik? Fred Hopman, je hebt gewonnen vanavond. Gefeliciteerd. Ja, het is een onverwachte eer en een genoegen.
Ja, had je het helemaal niet verwacht? Wel nee, ik kwam hier binnen om voor mijn plezier mee te doen. Maar het was leuk om inderdaad een heleboel enthousiaste mensen te zien die met zeg, rijmen en dichten bezig zijn zonder dat het al te zwaar wordt. Ja, het, zo is dat. En je had heel veel werk bij je. Ja. Ja, ik ben ook een paar jaar bezig. Dus, ja, ik vond het een fantastische overval. Ja. Als het ja, ware. Ja. Ik vond het eigenlijk geweldig. Deze kwam gisteravond even op. De verlangens des vlezes vallen niet mee voor een veganistische bloemist uit Wijk aan Zee. Eén partner was niet genoeg, oh nee. Vandaar dat hij het in een orchidee.